Nou, het begin is zo. Wim Hamers, René de Bok en ik dan zaten aan de bar, hier in Kronwoord. Zullen we eens een keer de carnavalsband oprichten? En zodoende zijn wij begonnen. Aan de bar, na het voetballen. Dan is de bedoeling dat we verschillende bandjes uitnodigen, hebben we ook gedaan. Ik geloof dat we er 8 hebben. Maar iedereen is gewoon welkom. Dus iedereen die hier langskomt, die mag binnenkomen, kunnen met plezier maken, een pilsje mee pakken. Ze kunnen van alles doen. De geschiedenis van Overschot is ontstaan in 1982. Ja, eigenlijk niet een Overschot, want vroeger heetten wij de Bokkenpielenpappers. En dat kwam zo. De eigenaar van dit café heette Den Bok. En dat was dus Den Bok. Pielen, weet ik niet waar vandaan kwam, maar pappers, dat was zo het wel, pielenpappers. En naar de rand, toen hadden we 52 man, 52 leden. En die is een beetje op zijn kant gegaan, op zijn kont gegaan, door een of ander probleem. En het is ongeveer de helft weggegaan. En sindsdien heten we de Overschot. Carnavalistisch. Dat is 11 jaar, 22 jaar, 33 jaar, 44 jaar en zo gaat het verder. Wij zijn echt carnavalbandje. Kanten, die komen uit Drunen, uit Sint-Michiel-Gestel, uit Vught, uit Helvoort en uit Kronwoord. Nou, in Hart en Nieren, die geven er eigenlijk iedere donderdag met repetitie 150%. En met een optreden geven ze 200%. Gevonden. Piet Smolders uit Helvoort. Dat was voor ons een geweldige dirigent. Want die kon eigenlijk dus van alles, die wist alles. Maar ja, Piet is uit de tijd gegaan, dus we zijn met andere dirigenten bezig geweest. En die we nu hebben, dat is echt een topper. Jos van Zandbeek uit Vught. Dat is echt wel een topper. Die willen wij niet meer kwijt. Wij spelen in principe, als we kunnen, overal. Als wij gevraagd worden, dan spelen wij. We hebben in Rotterdam in een stadion gespeeld. Van Excelsior. Jammer genoeg niet in de Kuip. Wij komen bandjes tegen, wordt een beetje met elkaar gebeurd en geluld en gedaan. En zodoende komen we in die optredens. En ooit bij feesten en partijen ook, nodig ons uit. Bij bruiloften en zo af.
biertje pakken, gezellig onder elkaar. Geen ruzie maken. En gewoon muziek maken. Het kroonwoord hebben, een schitterend cadeau van gehad. Een hele mooie tegel. En die komt bij de kneuters liggen. Met carnaval staat hier al de grote kneuter op het pleintje hiervoor. En dan komt die tegel bij te liggen. En dat is een overschot 33 jaar. Het is een schitterend cadeau. En ik wil de kneuters nog heel hartelijk bedanken voor een heel mooi cadeau. Het is zo gewoon, als je met elkaar op kunt schieten, er gebeurt altijd wel een keer iets. Maar ruzie hebben wij eigenlijk nooit. Jeugdband. Wij hebben heel graag dat de jeugd bij zou komen. Want wij worden ook allemaal een dagje ouder. En ja, het moet eigenlijk aangevuld worden, maar dat is heel moeilijk. Want ik mag toevallig wel even een oproep doen, denk ik. Ja. Wij zoeken nog een bassist, zoeken wij nog. Wij zoeken nog een bassist. En trompetisten. Maar het mogen ook gewoon andere muzikanten zijn. Die zijn altijd welkom bij ons. Ja, wij zijn gewoon een hechte club en wij, als wij muziek kunnen maken, dan leven wij.